Weichel. De Vrij. We zitten nog in de studieronde. 10 minuten gespeeld. Weinig of geen combinaties nog. Weinig of geen aanspeelbare medespelers. Huismans nu misschien. Maakt de actie. Smeets komt er niet bij. Dan de voorzet, die is te ver naar achter. Toch nog de Grijze. Schot. Goed schot van de Grijze. Eerste goede actie in de partij. Een schot van Mark de Grijze en Cliff Mardulier. Die moest zich nog helemaal rekken en duwde die bal nog in hoekschop. Eerste doelgevaar. Ingooien Germel Beerschot, Pieter-Jan Montijnen en Huismans begrijpen elkaar. Dat was een stevige ingreep van Jonas de Roep. Maar Bourdoucks laat zijn kaarten zitten en Huismans die heeft zich bezeerd. Zijn knie. En nog eens dat duel tussen Huismans en het is trouwens Shecky Latse. Knie tegen knie, dat is een pijnlijke zaak. Germinal Beerschot even met 10 man. Vrijtrap met Mark de Grijze, gevaarlijk. Mardulier met de vuisten. En daar is Huismans weer, is een minuut of 5 verzorgd. Aan de kant, er zag er niet goed uit, maar hij gaat toch nog proberen om te spelen. Het is weer in orde, zegt hij. Smeets. Met een kruisbal richting Gadiaga. Luciano twijfelt. Hij loopt dan tegen Gadiaga aan. Botsing, zegt hij. Kijk maar naar Luciano. Ja, dit is discutabel, maar het had een strafschop kunnen zijn. En dan een voorlopig laatste aflevering in het feuilleton. Huismans, hij gaat er nu toch uit. Na zijn blessure wordt vervangen door Christophe Snelders. De Grijze zakt dieper terug om het spel te verdelen. Snelders. De Grijze. Haagdoren met de voorzet. Kapakka Snelders bijna. Niet gedaan. Pieter-Jan Montijnen is er nog bij. De voorzet richting penaltypunt. De Grijze kan hij trappen. Goed schot de Grijze. Altijd tussen de palen. Meestal toch als hij trapt naar de goal. Beste kansen. Als we al van meervoud mogen spreken. Beste kansen voor Germinal Beerschot. Lierse bakt er weinig van. Ultra defensief. Goed georganiseerd dat wel. Maar nauwelijks wat laten zien. Hier de Grijze. Goed schot, goed gepakt. Mardulier, 33 minuten spelen we. Poorters, goed gelopen van Imschoot. Svetičić erachteraan. Imschoot blijft recht. Gadiaga, ruimte voor het schot van Laremans. Eerste echte aanval, die naam waard van SK Lierse. Schot van Laremans naast. Spelen 39 minuten. Schot een beetje verkeerd gedraaid. Grijze ineens op bij Kapakka. Dat is knap. En dan een soort scheenbeenschot van Paul Kapakka. De beste kansen zijn nog steeds voor Samuel Beerschot. En het overzicht uiteraard bij Mark de Grijze. En dan slecht op de slof op het been Paul Kapakka. En zo gaan we rusten bij een 0-0 gelijke stand na een vrij flauwe eerste helft. Snelders, Weichel, Grijze. Van Michem, goed bekeken van Mark de Grijze. Van Michem en Poorters. Haagdoren legt klaar voor de Grijze met rechts dat schot. Meter of 2 naast de goal van Mardulier. Smeets. Lierse brengt aanvallend weinig of niks. Sikimic. Gadiaga. Nu misschien. Schot uit de tweede lijn. Imschot. Ook een meter of 2 naast. Veel verder is Lierse nog niet gekomen in deze partij. Vrigaard houdt die bal bij.
Nog steeds in balbezit. En dan Sikimic die de verkeerde kant uitkijkt. Luciano, wat doet hij daar? Inschoot met de kans. Ja, die jagen, nee. Zo geeft Luciano nog een dot van een kans weg. Nog niet gedaan. Sikimic met de voorzet, dacht ik te zeggen. Het was zelfs geen schot. Maar wat deed Luciano daar? Niks natuurlijk. En dan de kans. Gemist. Gadiaga net niet. Beste kans voor Lierse. Dankzij deze Luciano. Gelukkig voor hem loopt het goed af. Eerste hoekschop. Germinal Beerschot in de tweede helft. Mark de Grijze is de man die de hoekschoppen neemt richting eerste paal. Weggehaald. Rijgel met links. Oh, wat een goal. Prachtige goal van Tim Rijgel. En Germinal Beerschot verdient die voorsprong. Die 1-0 na 13 minuten spelen in de tweede helft. Een knappe goal hoor. Rijgel met links in het kruis. 1-0 voor Germinal Beerschot. Het is voor Rijgel zijn eerste doelpunt voor de Kielse Ratten. Frigaard, Gadiaga. En nu moet Lierse wel komen. Gadiaga, goed schot. En dan Luciano. Leen. Buitenspel is dit toch van Sikimic. Luciano in de voeten en hij heeft hem. De bal bedoel ik dan. Die bal is achter. Nog eens even kijken. Eén of het buitenspel was. Moeilijk te bekijken. Even de scheidsrechter het voordeel van de twijfel. En dan Luciano op de bal. Geen strafschop. Derde hoekschop voor Lierse met Gadiaga. Doorgetikt en dan vastgehouden toch. Frigaard vastgehouden. En nu willen ze wel een strafschop bij Lierse. Ze eisen die, krijgen hem niet van Bordoeks. Even kijken, let op Frigaard centraal in het beeld. Ja, vastgehouden door Dont. Hier wordt Lierse een strafschop onthouden. Gadiaga. En Frigaard, die goed wegdraait. Schot van Frigaard, gepakt door Luciano. En Lierse zoeken ze nu meer de aanval. Ze moeten ook, want 1-0 achter en nog 20 minuten te spelen. Haagdoorn. Goeie bal van Haagdoorn, goed laten lopen. Kapaka en de goal. Het is 2-0 voor Germinal Beerschot. Net op het moment dat Lierse wat beter in de wedstrijd probeerde te komen. Applaus op de tribunes natuurlijk. Kijk je naar het overstapje van de Grijze. Geen buitenspel. En 2-0. Paul Kapaka. Vrijtrap, Germinal Beerschot. Met Mark de Grijze achter de bal. Voor de goal geborsteld van Miguel Kapaka. In de handen van Mardulier. Unieke kans op 3-0 Kapaka laat ze liggen. 4 tegen 4. De Grijze Kapaka links. Dan gaat het naartoe. Voor Kapaka. De Grijze wil hem terug. Kapaka schiet als een spits. Probeert het zelf natuurlijk. Jerry Porters. Terwijl de minuten wegtikken in het voordeel van Germinal Beerschot, Huizegems. Archie Thompson. Zoekt ruimte voor een schot. Gadiaga met de rug naar de goal. Paarse muur plots daar achterin. En Porters dropt hem achter de verdediging. Archie Thompson in de handen van Luciano. Laatste wapenfeit in deze partij. Germinal Beerschot wint, verdient met 2-0. Voor de mannetjes de tweede overwinning van het seizoen. Voor Lierse de tweede nederlaag.